Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. De Almeerse politiek verkeert in crisis. VVD is vorige maand uit de coalitie gestapt. En zo komt er nu na vijf jaar een einde aan het wethouderschap van Julius Lindenberg. Hij deed uh, afgelopen week de deur van het stadhuis achter zich dicht. En nu is hij hier, meneer Lindenberg. Um, uw partij, de VVD, die trok dus zich op 7 maart terug uit de coalitie. Ja. Was het eigenlijk niet onwerkelijk om in die situatie dan nog een maand door te functioneren als wethouder? Um, nou, het was wel een, uh, een bijzondere maand. Maar ik heb altijd als ik ergens werkte, uh, mijn werk netjes afgemaakt en uh, netjes overgedragen. En uh, ik vind dat het wethouderschap daarin niet anders zou moeten zijn dan een andere baan. Vaak is het zo dat wethouders dan ook meteen weg zijn hè, in zo'n situatie. Uh, ja, je ziet het wel vaak. En ik heb ook begrip ervoor als mensen daarvoor kiezen. Maar ik heb die keuze niet gemaakt. Uh, ik heb juist uh, zodra ik dit wist, uh, met mijn team gekeken welke dossiers spelen er nog. Hoe gaan we die zo goed mogelijk overdragen? Wat kan ik nog afmaken om de, om de rest van de groep een beetje te ontlasten? Ja, ik heb echt mijn best gedaan om het zo netjes mogelijk achter te laten. Ja, dat het conflict waardoor u dus uiteindelijk vertrok, hè, dat 7 maart tot een uitbarsting kwam, dat ging in feite over de financiële situatie van Almere, die toch wel beroerd is om maar een, een, een understatement te gebruiken. Ja. VVD wilde uh, vooral drastisch bezuinigen, snijden hè, in beleid. Andere partijen wilden daar wat minder ver in gaan... en dan kiezen voor uh, lastenverhoging. Uh, um, nou, aan het einde van het liedje was in ieder geval dat de fractie van de VVD besloot... Uh, de verschillen zijn niet te overbruggen, ja. wij stappen eruit. Was die uitkomst eigenlijk voor u onvermijdelijk? Uh, nou ja, als een fractie aan je vraagt om je terug te trekken omdat zij zich willen terugtrekken uit een coalitie, dan, dan is dat in coalitiepolitiek redelijk onvermijdelijk. Dan, dan kun je niet anders, maar nee, ja, was, was u het ook inhoudelijk daarmee eens? Nou ja, het is, het is niet mijn beslissing geweest uh, omdat dit een discussie is geweest tussen fracties en uh, daar is iets uitgekomen en dat, dat is vervolgens aan mij meegedeeld met daarbij het verzoek of ik me terug wilde trekken. Maar, maar vond u dat ook? Vond u ook dat, uh, dat het uh, op deze manier niet verder kon? Nou, dat, dat is gewoon niet aan mij. Ik heb niet bij maar waarom niet? Waarom gesprekken? eigenlijk niet? Want u, 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 ik neem aan dat dat soort uh, besprekingen in het college ook aan de orde waren. Ja, in het college hadden we ook gesprekken. En in het college kijk je vaak op een andere manier omdat je veel meer bestuurlijk kijkt om verschillen te overbruggen. Maar fracties kijken ook vanuit hun programma hoe ze in alle scherpte dingen willen neerzetten. En dat is aan die fractie. Maar u stond daar dus kennelijk wel anders in. Nou, nee, het is gewoon niet aan mij. Dus het is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben. Uh, het is aan die fracties om uh, elk van hun posities daarover uit te leggen. En uiteindelijk is de uitkomst voor mij één geweest. Waardoor ik de consequentie heb moeten trekken. Ja, dan valt de basis onder mijn wethouderschap weg. als mijn partij ja, niet meer zal zijn. Ja, er is ook na die 7 maart een verkenner aan de slag gegaan. Peter de Oudste. Die heeft onder andere gezegd dat dit waarschijnlijk de grootste problemen zijn. in de geschiedenis van, van Almere. Kun je het dan eigenlijk als VVD wel maken. om weg te lopen voor je verantwoordelijkheid? Ja, maar dan ga ik ook weer. eigenlijk hetzelfde antwoord herhalen. Dat is echt aan de fractie die daar een afweging in heeft gemaakt. Ik, ik heb maar gestuurd. u bent bestuurder. En, en u kunt u ja. niet verder besturen. Ik bedoel, ja, voelt u zich daar dan ongemakkelijk? makkelijk Bij dat u nu uh, uh, ja, van het ja, toneel verdwijnt. Er, er, natuurlijk voelt dat ongemakkelijk. Want uh, mijn, uh, mijn houding is altijd geweest dat als er een probleem is, dat je niet moet weglopen, maar dat je moet proberen het zo goed mogelijk aan te pakken. En dat je dingen beter moet maken. En dat is altijd mijn inzet geweest. En daarvoor ben ik, noem ik mij even ingehuurd. Ja. Ik heb dat vijf jaar met heel veel inzet gedaan, ook met heel veel plezier gedaan. Uh, en, uh, maar uiteindelijk uh, in een coalitiewereld, en dat mm. hebben wij in Almere nog steeds, we hebben geen raadsakkoord, we hebben een coalitie. Daarin is de basis van je wethouderschap, ligt in het feit dat je de eigen partij uh, in die coalitie wil zitten. En dat ja. is hier niet meer zo. Het klinkt toch alsof het voor u een beetje onbevredigend is? Ah, het is altijd onbevredigend als je bij een baan vertrekt waar je mm -hmm. eigenlijk nog met veel energie in zat. Dus dat ja. is automatisch en dat is los van wat de oorzaak ook is. Ja, u was in de vorige collegeperiode verantwoordelijk voor financiën. Uh, ik kan me herinneren dat u in dit programma nog wel eens ja. hebt verteld uh, over, uh, ja, dat u een nieuwe manier wilde uh, introduceren van begroten. Ja. Uh, meer naar de lange termijn uh, kijken, geloof ik 30 jaar vooruit. Ja. Waardoor je uh, ja, een, een stabieler beeld krijgt en niet voortdurend paniekvoetbal speelde. Ja. Dat waren uw woorden rond meevallers en tegenvallers. Als we kijken waar Almere nu staat financieel gezien, ja, de paniek kon niet groter uh, zijn. Voelt u zich daar nog verantwoordelijk voor? Nou, we hebben die, die projecten om wat langer vooruit te kunnen kijken, die hebben we toen mooi afgerond. We kunnen nu als gemeente 30 jaar vooruit kijken. Daar zagen we toen ook al problematiek aankomen. Dat probleem wat nu is gekomen, heeft uh, voor een deel te maken met al maar stijgende kosten in de jeugdzorg. Het heeft voor een deel te maken met het Rijk, wat alle gemeentes uh, onvoldoende. Uh, Geld geeft. Dat was niet tegen aan te begroten. Nou, daar is moeilijk tegen aan te begroten. En, uh, en wat er bij ons dan nog meespeelde, dat was dat we nog een hele nare erfenis kregen uit dezelfde periode als waar die andere nare erfenis van de Floriade uitkwam. Dat was Oosterwold. Ja, de riolering die dat, daar nog aangelegd uh, moet worden. De voorganger heeft besloten in al hun wijsheid dat uh, een wijk zonder riol aanleggen een verstandig idee was. Waar de rest van Nederland al meer dan 100 jaar achter was, dat dat niet een goed idee was. En uh, heeft ze dat toch, toch wel kwalijk? Ik neem zowel de Floriade als uh, uh, de riolering die niet in Oosterwold was, uh, mijn voorganger zeer kwalijk. En ik denk dat de hele stad dat doet. Maar je kunt daar niet te lang in blijven hangen. En want als wethouder want, hebt u natuurlijk steeds, uh, 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 zeker die Floriade, ook als evenement moeten verdedigen. Nou, uh, ik, ik, als evenement niet. Maar ik heb een situatie maar... aangetroffen waar, uh, waar al zeven jaar aan gewerkt werd. Waar ik steeds het dilemma had. Um, uh, je zit als het ware in een achtbaan en je voelt aan dat het niet goed gaat met die achtbaan. Uh -huh. uh, en de enige optie die je hebt is blijven we zitten of springen we eruit. En je voelt in beide gevallen, als je blijft zitten in een ja. achtbaan die je niet veilig voelt, gaat het niet goed. Maar als je uh, uit een achtbaan springt en je valt van heel hoog op de grond, gaat, loopt ook niet goed af. En dat was constant met de Floriade dilemma. Ja. Uh, stoppen is uh, een ramp voor de stad, ook financieel een ramp voor de stad. En doorgaan, heb je het risico dat het dat ook wordt. Dat is het ook geworden. Maar vindt u eigenlijk dat de stad nooit aan die Floriade had moeten beginnen? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En als je kijkt naar mijn track record als politicus, noem uh -huh. maar even. Uh, in, in mijn vorige functie toen ik raadslid was... Uh, heb ik ooit nog met zelfs in mijn partij uh, de strijd aangegaan... vanwege een prestigeproject. Maar dat was niet in Almere? Toen ik hier nee. kwam, dat was niet in Almere. Toen ik hier kwam uh, heb ik ervoor gezorgd dat we stopten met Eden Holland... wat ja. ook zo'n prestigeproject was. Met het museum zijn we ook gestopt. Ben ik ook heel trots op dat we die stap gezet hebben. Maar de Floriade was het helaas gewoon te laat. Um, u hebt ook wel um, eens laten doorschemeren dat u er toch een eer vond om wethouder te zijn in de stad waar je bent opgegroeid. Zeker. Zeker. Maar was het ook leuk? Want u noemt nu een paar <laughs> dingen die volgens mij best wel een worsteling hebben opgeleverd. Kijk, het wethouderschap is een, is een hele bizarre baan. Uh, ontzettend eervol, maar uh, uh, op momenten ook verschrikkelijk. Uh, en het zijn hoge pieken en hoge dalen. Dus het gevoel dat je over straat loopt en dat je de stad ja. waar je, waar je opgroeit... Waar, waar, waar ik gewoon als kind over straat liep, waar ik in het plantsoen speelde... waar ik naar school fietste, dat ik over die stad ga en dat ik... De verantwoordelijkheid hebben om die stad samen met de collega's verder te brengen. Dat is machtig mooi. En er zijn ook heel veel zware momenten tussen gezeten. Ja, ja want het zijn hele turbulente jaren geweest. U zat er ja. nog een half jaar. Er was al een collegecrisis ja. hè, toen de PVDA het college werd gezet. Ja. Nou, u bent zelf nog een keer met andere wethouders afgetreden. ruim twee jaar geleden vanwege tegenvallers rondom de Floriade. Nou ja, uh, dit voorjaar. Uh, nou ja, u bent een van de twee uh, uh, gevallen wethouders uiteindelijk. Wordt Almere wel goed bestuurd? Nou, ik denk dat wij um, als Almerese politiek, noem ik, zeg ik toch maar even we nog, uh, onze inwoners uh, meer kunnen bieden op het gebied van stabiliteit. Um, dat is echt wel een uitdaging. Als je naar onze geschiedenis kijkt, dan is het soms wel eens te turbulent. Uh, met vijf jaar ben ik een relatief langzittende wethouder geweest. Ja, ja. Uh, en dat is eigenlijk niet goed als je kijkt naar het, het geheugen wat je, wat je daarmee opbouwt als bestuur. Je ziet het ook overigens in de Raad. Daar zie je ook uh, best wel veel wisselingen. Maar wat zou je eraan kunnen doen? Ja, het, het is lastig, want ik denk dat het een uitvloeisel is van de maatschappelijke trend. Uh, alles wordt vluchtiger, we verwachten steeds meer van elkaar, maar eigenlijk ja. kunnen we dat. Ook gewoon voor een groot deel niet waarmaken. maken. Ja, want u hebt recent op sociale media ook wel wat interessante bespiegelingen aan het ja. eind van uw wethouderschap uh, 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 naar buiten gebracht. En het viel me wel op dat u echt behoorlijk somber bent over het afbrokkelend vertrouwen in het uh, bestuur. Nou, ik denk dat we het onder ogen moeten zien. En ik zie twee trends. Ik zie dat we steeds meer van elkaar vragen in de maatschappij. Niet alleen van het bestuur, maar ook van, van werkgevers, uh, van onszelf. Uh, je ziet het aantal burn-outs in de maatschappij. Dat is ook op een niveau waar ik af en toe van schrik. En tegelijkertijd zie je dat gemeentes met steeds minder geld steeds meer taken moeten gaan doen. Met steeds groter verloop ook van personeel, van bestuurders. En die twee trends samen maakt dat die kloof steeds groter wordt tussen wat we van elkaar verwachten en wat we waar kunnen maken. En dat moeten we onder ogen zien en dan moeten we wat daar gaan doen. En ik ben daar op zich niet somber over. Want als ik er somber over zou zijn, dan zou ik dat niet van me afschrijven. Dan zou ik denken, laat maar zitten. Ik denk juist dat we er met elkaar wat aan moeten doen. En wat ik hoop in ieder geval als vertrekkend wethouder mensen mee te kunnen geven, is een beetje begrip voor het werk. Weet u al wat u gaat doen? Uh, nog niet? Nee. nee. Zien we al u wel? Gefeliciteerd. Ja, zien we u nog maar, een keer terug als wethouder? Want u, ja, u bent nog relatief jong. Het, het, het zou zomaar kunnen. Maar uh, het zou ook zomaar kunnen dat ik eerst een hele tijd een, een andere baan ga doen, een normale baan ga doen. Gewoon, ja. gewoon werk. Gewoon werk ja. Ja. Julius Lindenberg, oud-wethouder van Almere, mag ik nu zeggen. Bedankt. Graag gedaan. Dit was uh, over Flevoland gesproken. Graag tot volgende week.